Herstelwerkzaamheden aan Meersteiger, Sint-Laurent, Dumaroni in volle gang. De herstelwerkzaamheden aan de Aanmeersteiger Albina Sint-Laurent in het district Marowijne zijn in volle gang. Ongeveer 2 weken geleden werd er schade aangericht aan de steiger door de motorboot La Gabriella die de veerverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana onderhoudt. De medewerkers van de afdeling Infrastructuren van NV Havenbeheer Suriname voeren de werkzaamheden zelf uit. Naast de herstelwerkzaamheden aan het dek van de steiger is ook de verlichting aangepakt. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.